everybody to the press release of IPA Festival. Well, here are the spokespeople. Suzanne. Fabiano. On stage. Where's Ron? Where's Ron? Here. Come stand over here. You should have David after it, I'll introduce everybody. This is Eugène. He is the artistic director of the festival. This is Doris Siepel. She's the director of the Zuidplein Theater. Thank you for using the space as well. Yeah. This is Ron. He's presenting the final show, the IKAF Circus Show, on Sunday night. Sunday afternoon. Oh, Sunday afternoon. Starts at 2:30. Don't be late. This is Suzanne and Fabiano. They're working on the Artist in Residence program. And this is Marianne, and she is from Vestia, and she will tell something about the houses where the Artist in Residence are staying. Welkom allemaal bij deze persconferentie, of een soort van perspresentatie van het festival. Dit is het vijfde festival. Het festival is in 2001 ooit begonnen als onderdeel van Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa. En er zijn tussen, dit is ons Lustrum Festival in 2003-2005, waren het nog steeds vooral wijktheaterfestivals. In 2008 zijn we begonnen om ook de andere kunstvormen erbij te gaan betrekken, omdat toen de term community arts heel erg in zwang kwam. En toen zijn we gaan onderzoeken hoe we dit festival konden uitbreiden. Het was op zich nog niet zo makkelijk om bijvoorbeeld met beeldende kunst iets in het festival te doen. En ik denk dat we in dit festival, wat volgende week staat te beginnen, eigenlijk is het al begonnen, maar volgende week gaat het dan het reguliere festival van start in dit gebouw, er beter in geslaagd zijn dan ooit om ook die andere kunstvormen een plek te geven op een manier dat we het ook aan het publiek kunnen tonen. En dan hebben we het over muziek, over beeldende kunst, over nieuwe media, film, dans en theater natuurlijk ook. En een van de programmaonderdelen waar wij heel erg trots en blij om zijn, is inderdaad het programmaonderdeel wat Suzanne en Fabiano vertegenwoordigen. En dat is het Artist in Residency programma. De reden waarom we daar over zijn gaan nadenken, was na afloop van het vorige festival. Omdat het festival aan zich 3-4 dagen achter elkaar dingen presenteren voor een publiek. Dat is op zich natuurlijk ook nuttig en inspirerend voor mensen die in Nederland de community art beoefenen. Maar wij dachten, eigenlijk zouden we daar iets meer mee moeten doen. Want als er één, denk ik, basisprincipe van community art is, is het het principe van de duurzaamheid. Je gaat het is een kunstvorm die meer dan welke kunstvorm dan ook gebaseerd is op een duurzame relatie die je met mensen aangaat. En met wie je samen kunst tot stand brengt. Die hopelijk relevant is voor hun leven en voor andere mensen in de samenleving. Het mooie vind ik van community art, en ik heb het vooral over podiumkunsten, is dat omdat je werkt met de groep, voor de groep en het ook door de groep, dat de mensen zich kunnen identificeren en dat je merkt dat je daardoor nieuw publiek binnenkrijgt. En dat de samenleving, welke niveaus je het ook over hebt, dat mensen een mening hebben over de samenleving, over de issues waar zij mee te maken hebben, van crisis, financieel, geweld achter de voordeur, wat je ook, onderdrukking. Iedereen heeft er een mening over. En het mooie vind ik aan community art, is dat je al die verhalen te horen krijgt. Dus dat de gewone mensen, gewoon hier, de tram, metro, dat die zeer bijzonder zijn. Want ze hebben allemaal een verhaal te vertellen waar eigenlijk nooit tijd voor wordt genomen. En het mooie aan community art is dat je die verhalen, dat je luistert en dat je zegt, met mijn kennis van theatertechniek, van dramaturgie, maak ik het verhaal van hun zo mooi dat anderen zeggen, ik wist het niet, wat prachtig. Of dat ze zeggen, hey, dat gaat over mij, hè? Ben het er mee eens of ik ben het er niet mee eens? Oké, ik was gevraagd om een voorstelling te maken, zeg maar. En in deze geval maak ik niet al die onderdelen, omdat ik werk met vier Artist in Residency programma's en die mensen zijn dingen aan het maken. Het kader is Cirque Us. Niet Circus, maar Cirque Us. Us zijn ons, wij. Ja, dat is een project dat ik heb al lopend meer dan een jaar. We hebben het een jaar geleden in Amsterdam gedaan. Mag je niet zeggen Amsterdam? 020.
Die plek een beetje naar het noord. Af Koude Noord. Maar ik heb het gedaan in Amsterdam Noord. En ze zeggen dat Amsterdam Noord is de Rotterdam van Amsterdam. Mm. En dat is waar, in de zin dat het is een gebied waar dingen zijn aan het gebeuren. Mm. In plaats van in stand houden. Dat is een beetje een ander gevoel. In ieder geval, Circus. Gebruik de metafoors van de circus, bijvoorbeeld financiële jongleren, relationele koorddansen, politieke illusionisme, dit soort dingen, om verhalen van mensen een spectaculair, maar ook intiem kader te geven. Een ding van circus is dat circus is echt, ja? De ballen zijn in de lucht of op de grond. Je moet niets geloven eigenlijk, ja? Het is allemaal gebeurd of gebeurt niet. Dat is een aspect dat spreekt mij heel sterk aan, omdat die verhalen dat worden in de dingen dat ik doe getoond zijn echt. We zoeken een heel multidisciplinaire, poëtische manier om dat neer te zetten, omdat we willen mensen raken. Mm-hmm. Ja. Dus wat ik ben aan het doen voor ICAF is een slotevenement, en dat betekent dat die dingen dat Fabiano en company en Dance United en die Bali vrouwen en Paloma in een manier of andere. Ik ga die dingen in een kader zetten, maar er komen ook andere dingen daarbij. A week and a half ago, the Brazilians came to the Netherlands. And we immediately got together on the Monday with the Dutch young people I collected over a couple of years. There are five of them at the moment, and there were five of you. And Fabiano and me have been emailing a lot about images, things we really like in arts, and the things we are making and the art forms we are expressing with our own groups. And we found out that we were quite similar to each other, but we do have different views of how to get there. So it was very exciting. We had a lot of emailing going on. It's like a book at the moment. And in so much. But we got together and we clicked instantly. We already met each other last year for a workshop. And we started just to work the way we did it. So I started off with singing and music. You started off with movement in the area in the stage, and we found out immediately, hey, this is something we like, both of us. Well, Vestia is working in the Afrikanerwijk. It's a neighborhood in Rotterdam, which is very colorful. We call it also a big campaign. It's called Full Color Campaign, because there are several people from different countries together, and we think that it's very difficult to connect those people together. So we think art is one of the means that you can bring people together, and that's we are all the time thinking about options to bring people together. The Pretoria Laan, where the Brazilian people and some people out of Africa now at this moment stay, is a place which goes will be renovated. The people who rent the place before, they are have left the buildings and they were empty. So we don't want that. So we have asked local artists to decorate the houses, to make a place for everyone to experience the neighborhoods. And to see that it's not that bad as everyone thinks it is, and mm-hmm. to go in contact with the people who live there, who have their a house and who are having their shops, and to be there in the neighborhood, and that's where. And the most important thing, I have a pink kitchen. I mean. No, but completely pink. This completely. Is not a little bit pink, no. You're going to paint your kitchen back home pink? Yeah. You're inspired. For South Dutch. Yeah.